Yo beste kijkers van de Cool Geekers, en vandaag weer een nieuwe video in. Vandaag zien jullie dat ik ergens anders achter de winkel sta. Ja, dat is die McDonald's. Ja, de McDonald's. Ik heb het er al eens vaker over gehad, over de McDonald's natuurlijk van Red Dynamite. Een hele goede gast en natuurlijk ook mijn buurman. Deze winkel is te vinden achter mijn plot. En ik heb altijd zoiets, hij verdient het. Hij verdient ook klanten, net zoals mij. En iedereen verdient klanten. Maar zoals jullie natuurlijk konden zien, ik stond net achter zijn winkel en ik help hem af en toe een klein beetje mee. Ik ben niet echt helemaal medewerker, maar af en toe als ik dan niks te doen heb of dat ik ben uitverkocht, dan ga ik hem hier helpen in deze winkel. Dus vinden jullie me niet in die winkel, in plot 313, dan vinden jullie me natuurlijk wel in de McDonald's. De enige echte McDonald's van Mytopia, geowned door Red Dynamite op plot nummerootje 317. Het is eigenlijk heel makkelijk, want ben je op zoek naar mijn plot en je komt eigenlijk van een pleintje af. Het pleintje ligt aan die kant. Daar heb je KVK, moet je eigenlijk met een bochtje om. Kom je naar de discotheek hier linksaf. En 1, 2, de derde winkel aan de rechterkant. Dat is de McDonald's en die is dus van Red Dynamite. Nou, verder hebben wij natuurlijk hier onze winkel aan de achterkant zitten. Mijn winkel, dat is dit zo. Alleen, wij hebben nog steeds geen vergunning. Dus ja, helaas, pindakaas moet ik vandaag de winkel openen. Met, ja, eigenlijk het slecht nieuws dat we geen vergunning hebben. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niks uit, want wij gaan er gewoon voor. Wij gaan gewoon lekker knallen met die 24 uur stream natuurlijk. Want als je deze video kijkt, waarschijnlijk op dat moment zijn we ook 24 uur live op Twitch. Twitch.tv/coldeagle312. Ik ga trouwens heel eventjes kijken. Heeft hij alles in die kist gedaan? Hij ging de kist bijvullen, maar ik zie het. Hij heeft niet echt mijn kist volgens mij bijgevuld. Deze is juist helemaal leeg. Oké, handig. Maar het gaat hij vast en zeker wel fixen. Want ik sta morgen dus niet alleen mijn eigen winkel. Dat heeft te betekenen, of dat heeft te maken bedoel ik, met dat ik geen inkopen vandaag kon doen. Vandaag waren de meeste inkopen dicht. Hier op Irlande is de inkoop gesloten, dus ik kon er al helemaal niks mee. Dus ja, wat moeten we dan doen? Helemaal niks. Dus vandaar hebben we, ja, we hebben nog wel een beetje pork. Dus als jullie zin hebben in pork, ook heerlijk. Dan kunnen jullie die natuurlijk inkopen gaan of inkopen bij ons of kopen. Hoe je dat ook wil noemen. Gewoon kopen natuurlijk. Wij doen inkopen en jullie kopen dit. Wat ook zoiets werkt het. En natuurlijk ben ik dan s'avonds te vinden bij een van de inkoops. Waar ik dan heel eventjes inkopen ga doen. Want die inkopen die zijn wel heel erg belangrijk. Zonder die inkopen komen we nergens. En ja, dat is natuurlijk wel shit als we niet verder komen. Dus dat is eigenlijk de reden. Verder ben ik eens even hier aan het kijken. Hallo mensen van het goede leven, wie zijn hier allemaal? En hier zijn in ieder geval heel veel mensen. Maar is hier ook iemand met een kledingwinkel? Want ik wil eigenlijk een nieuw kledingstuk kopen. Ik heb nu 7,5k. Dus in principe moet het tijd zijn weer voor een nieuw kledingstuk. Maar dat moeten we natuurlijk wel kunnen vinden. En mijn level is trouwens wel weer omlaag gaan. Maar je moet echt, als je gaat rennen, eraan denken dat je ten alle tijde jouw etensbalk volhoudt. Ik zet het geluid voor jullie ietsie-pietsie harder. Dan kun je ook iets beter het geluid horen. Hier is ook helemaal niemand. Grauw. Grauw, grauw, grauw. Oh, dat is zo wauw. Dan gaan we heel even kijken. Misschien is hier achter ergens iemand. Dit ben ik ook helemaal niet wat ze hiermee gaan doen. Volgens mij gaan ze plat gooien ofzo. Want het staat wel allemaal op bordjes dat wij de winkels leeg moeten halen. Maar ja, wanneer worden ze dan platgegooid? Dat vragen we eigenlijk af. Maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. En dan hier hebben we de keurslagen van Gelderen. En ja, dan hebben we natuurlijk... Wat zit hier eigenlijk meer? Hier staat trouwens ook volgens mij heel, maar ook echt heel veel leeg. Hoe zit het hier met die plots dan? /plot info. Oké, er zijn gewoon van heel veel plots ook nog blijkbaar geen eigenaren. Eigenaar van de plot, mede-eigenaar is 0. Oh, dat vind ik ook knap hoor. Oké, nice. Nice, GG. Oké, maar in ieder geval, wij gaan eventjes naar onze eigen winkel toe. En dan ga ik jullie een beetje het reglement laten zien die ik heb geschreven. Oh, vet. Hier zit een kledingshop onder de grond. Dit is nice. Hoe heet dit? Angry Bird kledingshop. Oh, dat is wel beautiful. So beautiful. So beautiful horn. Zoiets. Ja, mooi gezongen ook gold. Maar niet juist. Even kijken. Waar moeten we trouwens naartoe? Ik ben hier. Als ik hier zo sta, dan ben ik altijd de weg kwijt. Volgens mij moeten we hier ergens wezen hoor. Ietsje verder. Ja, ik heb het al gevonden. Want daar zo komt het verzekeringskantoor. En dan ietsje verderop staat onze eigen winkel. Want wat ik jullie eigenlijk wou laten zien, ik moet mijn etensbalk beter volhouden.
Ik moet beter op leren letten af en toe op mijn eten. Maar dat komt als ik ga rennen met fittheid 72, dan gaat er gewoon heel snel eten vanaf. En dat is altijd wel balen, maar ja. Dat is helemaal niks, niet anders te doen. Nou, we gaan heel eventjes kijken. Zo, dan gaan we naar boven. En dan gaan we hier eventjes... Een van deze is het reglement. Ik had ook nog ergens een prijslijst die ik wou gaan maken. Die is trouwens... Ik had ik niet op dom geklikt. Dat kan natuurlijk altijd dat ik ben vergeten op dom te klikken. Niet zo slim eigenlijk. Even wat drinken. Zo, en dan pakken we het boekje erbij. Nee, wit. Oké, nu staat hier een E in. Maar, wat staat hier dan in? Oh ja, beste medewerker van Goldfood, bij ondertekening van deze brief gaat u akkoord met de volgende regels. U behandelt de klanten altijd als koning, natuurlijk heel belangrijk. U houdt zich aan de regels van de KVK en bla 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 en heel veel oninteressante dingetjes. Oranje. Ik ga... Oké, iemand wou me oranje aansmeren. Maar ik heb dus al oranje. Lol. Nou, dan moet ik eens één keer even kijken hoor. Want hij wou deze verkopen aan mij. Maar volgens mij heb ik die al gewoon aan. We gaan eens even kijken. Ik heb hem trouwens... Heb ik die überhaupt al eens ooit aangehad, die oranje broek? Volgens mij heb ik die bijna nooit aangehad. En dan doen we die. Wisselen we die. En dan doen we die. Zetten we om naar die. En dan gaan we eens heel even kijken hoor. Want hij wou die verkopen aan mij. Maar ik... Volgens mij heb ik die gewoon al aan, joh. Nou, dat is toch een iets andere oranje. Al moet ik trouwens zeggen dat deze oranje ook helemaal niet zo lelijk is, hoor. Dit is ook wel leuk, deze oranje. Maar ja, wat is de leukste natuurlijk? Dat is natuurlijk ook nog altijd een grote vraag. Kijk, weet je, dat is een probleem voor mij. Ik heb altijd andere kleding aan. Maar wij doen in dit geval, doen wij... Wat is het groen dan? Hé? Groen? Groen ziet er ook vet uit. Weet je wat wij... Oh, vet. Je kunt trouwens de kleurcodes zien. Als jullie ooit de kleurcodes nodig hebben. Lol. Oh ja, dat heb ik natuurlijk aan gehad staan. Even kijken. Wij doen vandaag onze alligator groene broek aan. En dan doen we deze. Zetten we daar neer. Zo. En vandaag lopen we met bril. Iedereen vraagt al de hele tijd. Gold, waar is je hoed? Maar ik draag eigenlijk de laatste tijd geen hoed meer. Omdat ik de hoeden van tegenwoordig gewoon niet zo mooi vind. Zo simpel is het. En als ik iets niet mooi vind, dan draag ik het niet natuurlijk. Of ja... Waarom zou ik het dan überhaupt gaan dragen? Er zit er toch geen logic achter? Als ik het niet mooi vind en ik ga het dragen... Nee, ja, daar gaan we niet aan beginnen. Ja, hier bij de McDonald's is op dit moment helemaal niemand. Maar ik ga nog één keer even kijken hoor. Maar volgens mij... Hé? Wacht. Af en toe snap ik echt niet welke kist ik wel en niet open kan krijgen. Af en toe lijkt het wel alsof het allemaal switcht. Echt heel apart. Dan heb ik alles dichtgemaakt. Ja, ik heb alles helemaal dichtgemaakt. Mooi. Maar ik zie hem trouwens ook helemaal niet online gaan, Dynamite. Maar ja, nou weet je, dan sluit ik dadelijk wel de winkel desnoods voor hem. Dat kan natuurlijk altijd. Ik kan altijd de winkel sluiten. Zo, en dan gaan we eens even kijken. We hebben op dit moment 7,5k, dus redelijk bedragje. Of ja, redelijk. Eigenlijk nog gewoon heel weinig. Maar ja, ik noem het een redelijk bedragje. Want je moet ergens beginnen. En natuurlijk, ik ben nog maar level 3 en... Ik heb al level 4 check aangevraagd. Hallo. Twerk je niet mee, Twan? Jammer. Ik dacht, jij bent wel zo'n twerker, maar nee hoor. Jongens, wie gaat er twerken? Twerken voor de video. Oeh. Hij zet zijn hoed maar even op hoor. Nee, dan weet ik ook niet wat ze gaan doen. Zo, oké, even kijken. Weet je wat we trouwens even kunnen doen? Hè? We kunnen eens een keer in de avond gaan kijken of er ergens in Kutrex iets te beleven is of zo. Wat? Ja, weet je wat? We gaan gewoon naar Kutrex. Ja, dan moeten we waarschijnlijk wel onze kleren uitdoen, want daar is het altijd warm. Bij Gredel moet je ze ook uitdoen, want daar sneeuwt het vaak. Even kijken, Kutrex, ja, 25 graden. Oh, daar gaan mijn kleren. Zo. Je ziet trouwens ook heel veel, dat heel veel mensen hun kleren uittrekken. Omdat het blijkbaar beter is of zo. Dat heb ik begrepen. I don't know, maar zoiets heb ik eruit begrepen. Het is hier lekker druk, jongens. Oké, die is de laatste tijd ook steeds vaker dicht. Is er nog ergens een kledingwinkeltje wat open is? Nop. Even kijken, wat hebben we hier nog? Hier helemaal niks. Niks nada nop is.
Nou, het leidt hier wel weer dicht, Jum. Alles is gesloten. Nou, jammer, hè? Jammer. En ik had nog zo graag inkopen willen doen voor iets of zo. Ja, er staan genoeg leuke... Oh, die ziet ook wel vet uit. Maar ja, weet je, ik zeg bij alles ziet wel vet uit. Ik vind mijn boeit het trouwens ook helemaal niet. Dus wat, ik heb zoiets van... het is altijd wel iets leuks, hè? Als je maar af en toe wat verschillende zaken kunt trekken. Niet altijd zo standaard. Ik vind zo standaard vind ik altijd zo saai. Maar ja, we gaan eventjes naar... Ja. We gaan naar Rolandia. De stad die op dit moment een klein beetje stil ligt. Het is wat ik zeg. Ik baal er enorm van. Want de burgemeester is al een paar dagen niet in het gemeentehuis geweest. Ik ben al een weekje aan het wachten op een vergunning van de gemeente. Van de gemeente inderdaad. En ik ben al een week aan het wachten op mijn bouwaanvraag. Alleen, er komt helemaal niks door. Ja, wat moet ik dan doen? Helemaal niks of zo. Niks na de noppes. En er zijn er al een paar die samen met mij een bedrijfje hebben opgezet. Die echt zoiets hebben van, ja, ik vind Mytopia dat het niet meer leuk worden. En ik heb zoiets inderdaad van, het is misschien lang wachten. Maar ik weet ook niet wat er allemaal is. Maar ik heb zoiets van, ik wacht wel lekker, joh. Ik ben wel twee keer geweest navragen. Zo van, één keer zo van, weet je er wat vanaf? Toen zei ze van, ja, we gaan mijn best doen. En de derde keer, of de tweede keer heb ik gevraagd van, was er nog gelukt? Heb je iets meer info voor mij? En toen zei hij van, nee, helaas niet. Ik ga trouwens meer mijn kleren aantrekken. Dus op dat gebied staan we eigenlijk op dit moment gewoon stil. En weten we niet echt helemaal wat ik moet gaan doen. En ja, het is even de vraag. En ik hoorde vandaag al dat het ministerie had blijkbaar Rolandia overgenomen of zo. Ik weet dus echt totaal niet wat er aan de hand is. Maar blijkbaar is er heel veel aan de hand. Ik moet dit trouwens even kijken, plot info. Iemand... Queen Keller is het echt allemaal aan het opkopen. Volgens mij is hij dit ook allemaal aan het opkopen, denk ik. Of niet? Ah, nee. Wow, die damn. Er staan er veel mensen op zo'n plotje, hoor. Show, de kletters. Maar ja, het is de vraag van... Wil ik daar nog ooit een plotje halen? I don't know. Sowieso moet ik op dit moment alweer één keer plots gaan kopen. Of niet? Of wel? Het is denk ik even heel goed nadenken van wat moet ik gaan doen. En weet je wat ik zo leuk vind? Ik kwam er pas achter door een video dat dit blijkbaar het stadion is. Maar het stadion is helemaal nooit open geweest. Dus... En ik zit nu precies een maand op Mytopia. Dit is alweer de eerste dag van de nieuwe maand dat ik Mytopia speel. Alleen, er zijn heel veel dingen dat ik echt zoiets heb van... Het lijkt wel af en toe wel stilstaat, joh. Het kan aan mij liggen, maar het hoeft niet per se alleen aan mij te liggen. En hier, dit vind ik steeds het raarste. Justitie, dit plot mag niet worden bebouwd. Maar what the heck is er going on? Waarom deze plots niet mogen worden gebouwd en die daarachter wel? En dat zijn allemaal van die vraagtekens die ik op dit moment heb. Zo van, what the heck is er going on here with my Wallandia? En volgens mij niemand die het weet. Die is geenchant, hè? Ja. Ik ken iemand die nog wou hebben, een enchant. Maar die zei altijd van, ja, ze zijn heel moeilijk te verkrijgen. Nou ja, ze liggen hier aan de winkel. Het ligt er wat je moeilijk noemt. Wat is dit dan? Dit is de Halmar Tower. En ik weet dat ze dit ook nog ooit een keer helemaal wou gaan verkopen of zo. Met allemaal appartementjes. Alleen, daar zijn ze nooit mee verder gegaan of zo. En oké, je hebt niet superveel ruimte, maar je hebt wel een leuke ruimte. Ja, als je dit zo ziet. Wacht. Ja, maar tot hier hebben ze hem gebouwd inderdaad. Dat was het. Maar op zich, ik denk dat ze deze dadelijk ook weer kan gaan uitbreiden. Want natuurlijk heb je nu ook uitzicht daar heel mooi op de dingen. Dus moet je wel aan die kant zitten, niet aan deze kant. Dan heb je namelijk niet zo mooi uitzicht. Maar ja, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan weer lekker terugwandelen. Ik vind het wel weer mooi geweest voor vandaag. En dan hopelijk dat jullie na deze video, dat jullie checken in mijn livestream. Tenminste, als je nog kijkt... Want vandaag om 2 uur ben ik begonnen. En die duurt natuurlijk tot zaterdag 2 uur. En die is natuurlijk te vinden op twitch.tv/goldeagle312. Ik zou nog eventjes een linkje in de beschrijving zetten. En ik zie hier dat hier in één keer iemand staat. Wat zijn ze hier aan het doen? Is dat weer kaartverkoop of niet? Waarschijnlijk is het kaartjesverkoop, denk ik. Oké, nice. Weet je wat? Ik ga lekker mijn winkeltje in en ik
ga het hier ook weer erbij laten. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. En dan zou ik zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.